Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door ASML, Hightech Campus, Brainport Eindhoven, VDL, Gemeente Eindhoven, Good Habits en Studio 040. Fijn dat jullie allemaal weer kijken en luisteren naar Eindje van de Week. De talkshow van Studio 040, waarin we praten over belangrijke thema's die de stad en onze prachtige regio raken en bezighouden. Iedere week bespreken we een onderwerp met onze gasten en dat doen we vanuit verschillende invalshoeken, zodat we het thema zo breed mogelijk bespreken. Vandaag hebben we het over het thema diversiteit en dat doen we met Benjamin Ector. Benjamin is al vanaf zijn 17e actief bij het COC en inmiddels uitgegroeid tot de voorzitter van het COC Eindhoven. Welkom, Benjamin. Dankjewel. Adis Kejri, jij bent 10 jaar geleden naar Nederland gekomen vanuit Iran. Hier gepromoveerd aan de universiteit in Twente. Inmiddels woonachtig in Waalre, ook betrokken bij Waalre 100. Fijn dat je er bent. Dank je wel. En Semir Toep, wethouder van onder andere diversiteit, maar ook zorg, jeugd en maatschappelijke ondersteuning. En Semir is een geboren en getogen Eindhovenaar met Marokkaanse roots en heeft vast ook heel veel te vertellen over dit onderwerp. Welkom, Semir. Ja, welkom allemaal. Voordat we over diversiteit in de breedste zin van het woord gaan praten, ben ik ook nog even benieuwd of jullie iets is opgevallen deze week in de actualiteiten. Semir. Ja, dan moet ik FC Eindhoven noemen. FC Eindhoven. Eindhoven. Oudste club van Eindhoven. Jazeker. En FC Eindhoven heeft ook een hele succesvolle zaalvoetbaltak. Waar ik in het verleden ook wel eens actief ben geweest. Gelukkig niet op het veld, maar bestuurlijk. Ja. En die staan in de finale voor het landskampioenschap. Dus die spelen vandaag tegen Hovo Cubo in Horen en volgende week in Eindhoven. Dus dat is heel spannend. Ja, ja die zijn echt heel. Weinig mensen weten dat, hè, van FC Eindhoven, dat die een zeer succesvolle voetbaltak hebben. Zo heet het volgens mij, hè, het zaalvoetbal. Zeker, hoor bij de top van Nederland. En als het goed is, als we kampioen worden dit jaar, ziet er goed uit. Dan spelen ze volgend seizoen Champions League. Zo, dat is wel bijzonder. Ja. In Eindhoven. In Eindhoven. Dus volgende week, vrijdag, indoor sportcentrum. Altijd leuk om naar te kijken. Leuk, dankjewel. Eddies, wat is jou opgevallen deze week in het nieuws? Vlaggen en schooltassen. Oh, de vlaggen en de schooltassen. Ja, ja, ja. Want was dat iets wat je vanuit Iran niet kende? Of gewoon het feit dat er zoveel hangen? Nee, het is iets dat we hebben niet eigenlijk. Ja. Dus ik was helemaal verrast toen ik hier gekomen en tassen aan vlaggen heb ik gezien. En ik was dat, ja, waarom? Wat betekent die? Dus was het een ruzie tussen zussen en broer? En die tassen zijn daar. Je denkt, die tas naar buiten. Ja, precies. Dus als je nog meer huis is, dan dacht je, nee, dat klopt. Niet iedereen kan ruzie hebben op het geld. Ja. Het is vooral volgens mij dat ze heel blij zijn dat ze van die tas af zijn. Dat ze daar niet meer naar school moeten. Dus ja, hup, naar buiten en dan de vlag uit voor het feit dat ze geslaagd zijn. Ja, ja, precies. Leuk. Ja, ik vind dit helemaal leuk. Ja, ja, heel fijn. Leuk. En Benjamin, wat is jou opgevallen? Afgelopen week heeft de Russische Duma gestemd, en er komen nog meer stemmingen, maar dat transgender zowel wettelijk als operationeel niet meer mag in Rusland binnenkort. Ja. Dat is wel een zorgelijke trend die ook in Amerika duidelijke wetten steeds meer ziet. Niet leuk opgevallen, maar wel enorm opgevallen dat daar net zo'n wet nu wordt aangenomen. Ja. Ja, dat is eigenlijk wel bijzonder als je dan ook nog eens kijkt naar die tegenstelling tussen Amerika en Rusland. En dat ze dan wat dat betreft in dit soort thema's soms akelig dicht bij elkaar komen. En dan is Amerika wordt gezien als een westerse maatschappij en dan het communisme wat overheerst binnen Rusland. Ben je dan ook bang dat zo'n trend... Ja, zich ook nog verder doorzet in andere landen, ook in Europa? We zien het in Nederland ook steeds meer wel. Het is een hele kleine groep, dus daar ben ik heel blij mee. Maar je ziet wel ook met die nieuwe transwet die nu bij de Tweede Kamer ligt, daar is ook een hele grote lobby tegen. Ja, ja, dat is geen beste ontwikkeling, hè? Nee, helaas niet. Nee. Geen goede ontwikkelingen, maar wel belangrijk om van op de hoogte te zijn. Ja. Ja. En om dadelijk verder over door te praten. We hebben het al een paar keer genoemd. We hebben het vandaag over diversiteit. Maar wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Ja. Zullen we even kijken naar wat beelden? Ja.
De hond plast. Typical Indian, then you need to add more spice. Iedereen moet zich thuis voelen in deze stad. Huismannen, kleuters, scholieren, zakenvrouwen en bejaarden. Maar ook expats, transgenders, Nederlanders met een andere culturele achtergrond, homo's, gehandicapten, asielzoekers en iedereen die niet tot een van die groepen behoort. Maar zoiets gaat niet vanzelf. Er is actief beleid, geld en inspanning nodig om van al die groepen mensen één bruisende stad te maken. This is for me a sense of belonging. It's kind of reiterating that none of us are alone. Voor Eindhoven de eerste keer is dit echt heel erg goed gedaan. Ze ontmoeten elkaar bij de taalles en ze komen elkaar ook op straat weer tegen en ze krijgen daardoor een binding met de wijk buiten hun eigen cultuur. Wat moet er gebeuren en waar gebeurt nog niet genoeg? Om dit duidelijk te krijgen heeft de gemeente de stad binnenste buiten gekeerd. Met bijna 4000 mensen zijn gesprekken gevoerd. En de resultaten van het onderzoek vallen niet mee. Er wordt bewust en aantoonbaar gediscrimineerd in Eindhoven. Ik vind het heel erg dat je mensen gaat beoordelen op hun naam. Louter op hun naam. Er is een man of 20 ongeveer door de straat gekomen. Die hebben onze regenboogvlag zien hangen hier. En met grof geweld is de vlaggenmast afgebroken en de vlag is hier rondgeslagen. Als de kansen voor iedereen gelijk moeten zijn, is er werk aan de winkel. Samenwerk om precies te zijn. En daarin schuilt meteen het goede nieuws, de hoop en het lichtpuntje van dit verhaal. Met samenwerken heeft Eindhoven al heel wat voor elkaar gekregen. Dus als we doen waar we goed in zijn, is hier niks onmogelijk. Nee. Ja, bijna niks onmogelijk. Hè? Ja, helemaal eens. Ja. Samenwerken, maar ook samenleven. Inclusief samenleven. Ja. Samenwerken. Samir, jij bent wethouder onder andere van diversiteit. Ja. In jouw videoboodschap aan de stad zeg je ook van, ik vind het belangrijk om samen ook beleid te maken. We horen het net ook in de video, ja. Dat je mensen graag bij wil betrekken. Hoe doe je dat, samen beleid maken en waarom is dat belangrijk? Ja, hoe doe je dat? Heel simpel de stad ingaan. Gewoon mensen vragen. We hebben ontzettend veel mooie partijen in de stad. De mensen die zich verenigd hebben in stichtingen. Maar we hebben ook allerlei mogelijke manieren om mensen rechtstreeks te benaderen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het beleidskader van diversiteit. Dus inclusief samenleven wat pas geleden is vastgesteld. Ja, dan praten we ook met zo'n 50 partijen in Eindhoven. Maar ook via DigiPanel, dat je zo'n 3000 mensen ongeveer spreekt en hun om een mening vraagt. Waarom is dat van belang? Kijk, ik heb zelf ook bij de gemeente gewerkt, heel tijd geleden. En ik heb toen ook ervaren, en ook vaker gezegd, als het beleid wat je uitvoert, dat zul je altijd zeg maar moeten doen namens de samenleving. Dus ja, dan zou het heel gek zijn als je de stem van die samenleving niet ophaalt. Want je dient eigenlijk de samenleving als een gemeente zijn. Dus daarom vind ik het heel erg van belang om op al die terreinen waar ik op actief ben, om te kijken naar de stem van de samenleving. Ja, heel belangrijk inderdaad. Jij zegt zelf ook wel, hè, of dat schuif je niet onder stoelen of banken van, je hebt een Marokkaanse roots, je bent geboren en getogen Eindhovenaar, zelf ook te maken gehad met uitsluitingsmechanismen. Kun je daar iets over vertellen? Wat dat in jouw leven betekent heeft, diversiteit? Maar ja, ook. Ja. Dat heeft zich in allerlei levensfases en allerlei momenten heeft zich dat geuit. Dat is bij het uitgaan. Of eigenlijk niet uitgaan omdat je niet binnenkomt. Of vaak solliciteren en dan nog niet de reactie terugkrijgen. Of soms ook letterlijk terugkrijgen dat je vanwege je achtergrond misschien wel handig is dat je wel aanhaakt. Dus kijk, voor mij is het belangrijk om te vertellen dat het mij een soort brandstof heeft gegeven om te doen wat ik nu doe. Ja. Dus de politiek in te gaan en om te kijken of ik vanuit mijn positie gelijkheid kan nastreven. Maar ja, discriminatie, dat een probleem is, nu nog steeds en 20 jaar geleden, dat is een feit. Ja. Ja. Hey, jij zei, ik hoor jou net zo heel mooi zeggen, hè? We moeten ook vanuit de overheid eigenlijk, hè, vanuit de gemeente, we moeten eigenlijk dienend zijn. Hè? Dus ook als het gaat over beleid. Bedoel je daarmee dat er soms misschien iets te veel beleid gemaakt wordt over de mensen en dat jij juist, omdat je misschien ook echt uit ervaring praat,
toch echt meer tussen die mensen in wil staan? Ja, ik denk dat we soms nog wel eens tegen de valkuil aanlopen om dat te doen. Ja. Vanuit goede intenties. Als ik heel erg lang gestudeerd heb op een bepaald thema, dan kan ik zomaar eens het idee hebben dat ik daar met mijn beelden, dat ik daar de samenleving mooier in maak. Maar uiteindelijk denk ik dat het beste is om mensen zelf te vragen. Tegelijkertijd, en dat merk ik ook vanuit mijn perspectief als wethouder nu, je dient als gemeente ook het algemeen belang. Dus dat betekent ook dat je soms zeg maar niet iedereen tevreden kan stellen. En dus word je ook al gauw als gemeente zijnde ook wel soms aangesproken op dat, ja, dat niet iedereen blij is met het beleid wat je moet maken, maar je wordt er wel uiteindelijk om gevraagd. Ja. Dus het is zeg maar soms schipperen. Dus aan de ene kant is het ook, ja, maak beleid voor iedereen en ga dan vooral in gesprek met mensen waar je het beleid voor maakt. Maar aan de andere kant ook het besef dat je als gemeente zijnde ook gewoon het algemeen belang dient. En dat je keuzes moet maken. Dat je keuzes moet maken. Ja, die ook onpopulair kunnen zijn. Ja. Zeggen we dan eigenlijk dat algemeen belang geen maatwerk kent of dat dat moeilijk is? In sommige gevallen niet. Nee. In sommige gevallen heb je een voorbeeld van een... Nou, als het bijvoorbeeld gaat, dat is altijd een hot topic, de komst van vluchtelingen. Ja. Daarmee hebben we een belang, zeg maar in de geopolitiek, hebben we een belang ook in Nederland om ervoor te zorgen dat we ook hier in Eindhoven vluchtelingen huisvesten. Maar ik weet ook, en dat is niet alleen in Eindhoven zo, maar dat er landelijk ook genoeg mensen zijn die zeggen, ja, maar doe ze maar niet. Niet bij mij. Maar datzelfde gaat over dak- en thuislozen. Ik bedoel, ik ben ook wethouder als het gaat over het maatschappelijk opvang. Ja. Ja. Er zijn een heleboel mensen die me op de schouders tikken en die zeggen, nou geweldig en goed dat we voor onze dak- en thuislozen zorgen. Maar er zijn ook een aantal mensen die zeggen, ja, we snappen dat er iets nodig is. Maar niet bij mij. Maar niet bij mij. Ja. Ja, en als iedereen dat zegt, dan kunnen we niks doen. Ja. Dus daarom zeg ik ook, je dient als gemeente ook het algemeen belang, ondanks het feit dat je ook altijd de stem van je inwoner moet horen en meenemen. Ja, nou, er zijn al die gesprekken gevoerd, hè. Wat zijn nu dan eigenlijk de hot topics waarvan je het gevoel hebt dat je daar als eerste echt mee aan de slag moet? Ja, kijk, dan moet ik altijd oppassen dat ik niet mij als persoon daarin meeneem. Want ik vind altijd het nastreven naar inclusie en dus een inclusief samenleven begint op basis van gelijkwaardigheid. En dus moet je ook bestrijden waar er ongelijkheid is. Dus het bestrijden van discriminatie en zorgen dat er meer kennis is over diversiteit. Ik denk dat dat een belangrijk thema is. Maar ja, dat is eigenlijk in de breedste zin van het woord. Ja. Maar ja, dat is weinig specifiek. Nou ja, kijk, als je kijkt vanuit de beleidskader diversiteit, zijn er een aantal onderzoeken zijn er gedaan. En er komen dus ook een aantal zaken uit waar het niet zo goed gaat. En dat is bijvoorbeeld discriminatie op de particuliere woningmarkt. Maar ook als het gaat over discriminatie op de arbeidsmarkt. Dus dat uitzendbureaus bijvoorbeeld meewerken aan discriminerende verzoeken. Ja, 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 ja. Hoe gaat dat dan? Nou ja, bijvoorbeeld dat er dan voorgesteld wordt van ik zou wel zeg maar een baan willen faciliteren, alleen dan liever niet met iemand met een Marokkaans achtergrond bijvoorbeeld. Dus daaraan meewerken is meewerken aan discriminerende verzoeken. Ja, je refereert nou aan het onderzoek door drie mystery guests, wat van vorig jaar volgens mij. Kun je daar iets over vertellen? Dat is dus ook voor de kijkers van, er was een onderzoek gedaan en... Ja. Wat kwam daar? Maar het is gewoon een onderzoeksbureau wat ook zeg maar een opdracht vanuit ons een aantal onderzoeken gedaan heeft. Waaronder bijvoorbeeld, wat ik net zei, een discriminatie bij de arbeidsmarkt. Ook om eens inzichtelijk te krijgen, want ja, ik heb vaak iets meegemaakt, maar dat betekent niet per definitie dat als ik dat als onderlegger wil gebruiken om beleid te veranderen, dat mensen dat zomaar van mij aannemen. Dus heeft in de vorige periode al, dus niet dat ik dat gedaan heb, in de vorige periode is er al een onderzoek geweest. Ja, en die onderzoeksresultaten die zijn niet mals. Tegelijkertijd is het wel hoopvol dat ik volgens mij een maand geleden heb ik een bijeenkomst gehad met uitzendbureaus in Eindhoven die echt hun ogen ook zeg maar geopend zijn en ook echt heel erg mee willen werken aan om dat te bestrijden. Dus het is niet alleen maar negatief. Het is wel negatief dat het gediscrimineerd is en soms nog wordt, maar het is ook hoopvol om te zien dat mensen daar ook aan willen bijdragen om dat te veranderen. Ja, ja, want dit gebeurt dan ook binnen die horeca en ook in de woningmarkt. Hè. Dus naast mij liever geen Indiër of een Marokkaan of iemand met een Turkse achtergrond. Dat is natuurlijk iets wat niet kan, wat niet zou moeten mogen. Maar hoe kan je dat dan als overheidsapparaat straks ook controleren dat dat dan niet meer gebeurt? Want ja, dat zijn telefoontjes. Je kan geen mensen aftappen of afluisteren. Hoe ga je dit...
Ja, hoe ga je dit dan zeg maar aanpakken? Ja, dat uit zich op verschillende manieren. Als ik er twee moet noemen, is het, we hebben antidiscriminatiebureau Radar. Daar moet je ook echt melden op het moment dat jij te maken hebt met discriminatie. Ik heb het regelmatig zelf meegemaakt ook, dat ik dacht, even een keer schudden en de volgende dag zijn we het vergeten en we gaan weer door. Want ik laat me niet zeg maar uit mijn tent lokken. Maar tegelijkertijd is het dan ook niet inzichtelijk waar het gebeurt en hoe vaak het gebeurt. Dus ik wil iedereen ook oproepen op het moment dat je vindt dat je gediscrimineerd wordt, dat je gediscrimineerd bent, maak dan een melding bij Radar. Tegelijkertijd is datgene wat ik net gezegd heb. Gewoon even als vraag, Radar is een loket bij de gemeente? Ja, je hebt antidiscriminatievoorziening Radar. Als je dat googelt, dan kom je er zo. Ja. En daar staat eigenlijk op hun website heel makkelijk hoe ze benaderbaar zijn en hoe je kunt melden. Oké, fijn. We hebben ook een app. Ja, ze hebben ook een app. Oké, goed. Oh, heel goed, goede toevoeging. Ja. Heb jij daar, om de brug te slaan, ervaring mee met het gebruik van de app en met het Radar zelf? Ja, we hebben sowieso een samenwerking met het COC, met Radar. Wij hebben één keer in het half jaar met meerdere maatschappelijke organisaties die regenboog geleerd zijn, een samenbijeenkomst om te kijken waar is er mee bezig, waar staan we allemaal, kunnen we ergens samenwerken ook. En Radar is een van de deelnemers in dat overleg. En zelf heb ik de app op mijn telefoon staan en dan kan ik, als er iets gebeurt, ik zeg tegen iedereen meld, gewoon om het inzichtelijk te krijgen, dan moet ik het zelf natuurlijk wel het goede voorbeeld geven. Ja, en de laatste maanden zijn er natuurlijk dingen gebeurd, hè? Ja. Jullie vlag is de fik gestoken. Ja. Hoe is dat voor de community op dat moment? Want jullie bestaan echt al heel lang, in ieder geval het COC. En dan zou je zeggen, 60 jaar later gebeuren er nog steeds zulke dingen. Ja, we zitten dit jaar 40 jaar op deze locatie. Daarvoor al 35 jaar aan het zwerven door de stad. Het hakt erin. Het is natuurlijk een symbool. Dus er is natuurlijk op de Vreudiger is er geslagen. Er zijn jongeren die hebben goed de schrik gehad. Ja. Maar eigenlijk als hele gemeenschap word je aangevallen. Omdat iets waar je enorm mee associeert, wordt in één keer aangevallen. Waardoor je jezelf persoonlijk ook voelt aangevallen. Dus ja, het is een hele intieme aanval, kan ik me voorstellen. Ja. De schrik schiet er dan in één keer heel snel heel diep in. Ja. Ja, dat was natuurlijk een heel heftig moment. Merk je, is die schrik nu met name ook na bijvoorbeeld afgelopen weekend, hè, voor het eerst die Pride Walk in Eindhoven, is die schrik afgenomen? Hij neemt langzaam af bij iedereen. We zijn wel waakzamer geworden, denk ik, met z'n allen ook. En oplettender. En dat is natuurlijk ook niet goed om elke keer op je tenen te kijken, van waar je ogen spits te houden. Ja. Maar dat is eigenlijk helaas zo. Dat volgens mij, we denken vaak in Nederland dat we heel tolerant zijn en dat we heel veel dingen wel van elkaar accepteren. Mm. Maar ik denk dat met name deze groep zich sowieso al wat waakzamer moet opstellen. Omdat ze niet echt het gevoel hebben dat ze veilig hand in hand kunnen lopen als twee mannen zijn of twee vrouwen zijnde. En nog belaagd worden en agressief benaderd worden. Dus ja. Het feit dat we zo'n Pride Walk hebben, is natuurlijk is niet voor niks. Nee, het is volgens mij nu meer nodig dan de laatste jaren weer geweest. Wel wil ik zeggen, het is een kleine minderheid die inderdaad zo op onze gemeenschap reageert. De grote meerderheid is voor mij helaas wel stil. Ja, het zwijgende midden een beetje dan? Ja, de stille meerderheid. En die hebben we eigenlijk voor nodig, vooral nu, om de tijd die je bijvoorbeeld nu in Amerika ook ziet met de wetgeving, dan nu in Rusland, dat is natuurlijk even een ander geval, maar ook met wetgeving. In Oeganda laatst natuurlijk een heel gekke wetgeving die geweest is. We hebben die meerderheid wel nodig om het gevecht te winnen. Ja, want je hebt ook ergens gezegd, we moeten dit gedrag vooral niet gaan normaliseren, want dan, we moeten ergens een soort van streep trekken. Ja. Maar hoe trek je dan een streep? Hoe doe je dat? Ook als community, zeg maar. En wij vechten door. We hopen dat iedereen mee te krijgen. En het zou heel mooi zijn, bijvoorbeeld nou met het kunstwerk wat hier op Stationsplein is geopend, dat het weer een soort van maatschappelijk gesprek wordt aangewakkerd daarmee. Kun je vertellen wat er is geopend? Vroeger lag een hele mooie rode stenen driehoek daar. Die viel niet enorm op. En nu hebben ze daar enorm de regenboogkleur. Het is voor mij 200 vierkante meter of zoiets ongeveer. Het is een heel groot mooie kunstwerk eigenlijk geworden om onze gemeenschap een hart onder de riem te steken en dat te zien als Eindhoven, volgens mij, als jullie mag praten. Ja, zeker. We steunen jullie. Ja, zeker. Ja, zeker. Nou, volgens mij ook, we willen ook wel op terugkomen, want op het moment dat jij hebt het over een grens trekken, waar trek je een grens?
Volgens mij hebben jullie dat ook gedaan toen uiteindelijk, ik noem maar even het gedoe met de vlag, maar het is meer dan een gedoe met de vlag. Maar om een paar dagen daarna ook opnieuw de vlag te hijsen en wat er dan ook loskomt vanuit de stad, de energie ook vanuit de stad. Ja. Dus ook vertegenwoordigers bijvoorbeeld van PSV, ja, vanuit de politiek, vanuit heel de samenleving. En heel die straat die staat vol en te klappen terwijl een vlag zeg maar gehezen wordt. Dus dat is ook super mooi dat je een grens trekt en dat je zegt oké, okay, dan zetten we, plaatsen we gewoon nog een keer een vlag. En dan doen we nog een keer. En dan doen we nog een keer. Ja. Om iedere keer daar die grens te trekken. Dus volgens mij is dat ook, zijn dat ook momenten waarin je een grens trekt en zegt oké, dit is een statement. Ja. En dan zie je ook wat er loskomt in de samenleving. Ja, mooi. Waarin je ook de we bepaalt van ja, we moeten er. Ja. En wie is ja, dan de we? Dus niet alleen de community, maar ook de dus, ja, dus die stille midden, ja, de stille midden komt dan ook los. Ja, die zijn er dan ook bij. Ja. 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 Adis, jij bent 10 jaar geleden vanuit Iran hier naartoe gekomen. Eigenlijk met name omdat je daar als vrouw in het wat conservatieve beleid wat er gevoerd werd, niet echt kon ontwikkelen of mocht ontwikkelen. Je bent naar Twente gegaan, je bent daar gepromoveerd, dus echt hoog opgeleid. Vervolgens wilde je graag reizen over de wereld, maar jouw ex-man in Iran wilde jouw paspoort niet verlengen, waardoor je eigenlijk geen kant op kon. En toen heb je de Nederlandse nationaliteit aangevraagd. Dus als iemand weet hoe het is als er geen verdraagzaamheid is, dan zou je zeggen dat jij dat wel bent. Hoe heb je dat toen in die tijd ervaren in Iran? Qua mijn leven? Ja. Als vrouwen hebben we heel veel discriminatie en het is heel veel verschil, zeg maar, tussen vrouwen hier qua vrijheid en qua ontwikkelingen, zeg maar. Ja. En het is niet, ik moet dit duidelijk zeggen, dat het is niet, we hebben geen beleid, zeg maar, maar ook vrouwen willen het niet doen. Als jij voelt dat, ja, dat is tegen maatschappen, het is geen beleid, maar het is alleen tegen maatschappelijke, zeg maar, gevoel van andere mensen. De maatschappelijke norm is niet zo. Ja, ja, precies. Dus ja, jij wil het niet doen, dus jij luister gewoon naar wat er wordt opgedragen. Het was, ja. Ja. Maar voor mij was het een beetje anders. Ik had altijd discussie met mijn ouders, maar ook met andere mensen en vooral met vrouwen. Mm. Dat waarom moeten we altijd luisteren? Jij was een beetje rebels. Ja, dus ja, was dat al van kleins af aan? Sorry? Was dat al van kleins af aan? Dat je toen je al klein was, dat je al een meisje dat je dacht, ja, maar ik wil gewoon. Ja, precies. Ook ja, ik was klein toen we een revolutie hadden. Ja. Dus alles verandert in één dag. Voor mij, ik was. Waarom? Waarom voor mij? Waarom voor ons? Ja, ja. Maar Iran is natuurlijk een land waarin steeds verschillende bewegingen gaande zijn. Dan is het veel meer vrij, dan minder. Dan dat je ook foto's hebt van Iraanse vrouwen in de jaren 70. En dat helemaal niet conservatief is, dan wel conservatief. In jouw jeugd, zeg maar, was dat meteen al conservatief of is dat ook een beweging geweest? Meteen conservatief. Oké, dus dat is eigenlijk wat jij kent. Dus ook het Iran van vandaag is wat jij kent. Ja, maar nu is het heel veranderd. Maar het is 10 jaar dat ik niet daar woont, maar ik kan het zien via sociale media. Of ik kan het ook horen, verschillende verhalen. Ja. Het was, die vind ik niet fijn. Dus voor mij, informatie, kennismaking en wat betekent discriminatie. Soms, toen ik hier kwam, wist ik niet over discriminatie bijvoorbeeld. Wat betekent dat? Wat mijn recht is eigenlijk? Het is heel belangrijk. Ja. En toen ik heb gehoord dat, oké, dat is een vrije land. En het is heel veel, informatie is erom. Jij kan het zoeken. Maar hoeveel mensen weten dat? Mm-hmm. Ook als vrouwen uit andere landen dat hier komen. Hoe kan ik dit bijvoorbeeld lezen?
dan andere taal. Ja. Hè? Ja. Want hoe gaat dat? Want jij kwam hier met studie. Mensen komen natuurlijk via verschillende wegen naar Nederland. Je hebt ook wel eens gezegd dat mensen dachten, oh, je hebt een vluchtelingenachtergrond. Dat is niet. Voor jou is het echt de studieachtergrond. Je komt dan terecht in Twente. Wie zijn de eerste mensen die je spreekt? Van wie weet je van, nou, je moet daarheen, daarheen. Hoe gaat dat eigenlijk? Ja, toen ik hier kwam, was ik bij alle internationale studenten. Dus niet, niet per se met de Nederlandse zeg maar, maatschappij. Ja. Maar daarna moest ik ook een huis zoeken. Ja. En dan was ik woonde in een buurt met verschillende mensen. Een Turkse bijvoorbeeld achtergrond, of Nederlandse achtergrond, of Pools. Dus ja, heel veel verschil. Maar ja, ik had weinig relatie zeg maar, met hun. Niet te veel communicatie. Vanwege mijn studeren. En maar daarna. Viel het tegen. Je dacht Nederland, vrij land, ruimdenkend. En dan kom je hier. En dan had je het gevoel dat dat dan een warme deken was, of juist niet? Ben eerlijk, hè? Ja, terechte vraag. Maar ik had geen tijd. Maar de andere, kan ik niet zeggen probleem, maar issue, zeg maar. Was dat ik wist het niet te veel over hier qua cultuur. Het is een andere cultuur, dus, of ook Nederlandse taal. Ik kon ook niet helemaal goed Nederlands of praten. Dus het was heel moeilijk voor mij dat, over wat? Ja, hoi, het is een hele mooie dag. Wat nog? Ja, je had niet echt gespreksonderwerpen of zo heel snel. Precies. En had je dan ook het gevoel dat mensen jou liever ontliepen omdat ze dachten, oh ja, dus die komt uit het buitenland, die kunnen we nog niet helemaal peilen, dat is een andere cultuur. Moet je hard werken om contact te maken met Nederlanders? Nee. Het was een expat center, dat is in iedere stad, ook in Enschede. En mijn dochter ging ook naar internationale school. Dus van daar had ik een hele goede netwerk opgebouwd. Maar ja, meer internationaal. Maar ja, langzamer vond ik mijn zeg maar, weg en manier om hoe kan ik met Nederlandse maatschappij communicatie maken. Ja. Ja. Mooi wat je zegt over internationals. Hè? Semir, Eindhoven wordt ook een steeds internationalere stad. En in het bestuursakkoord hebben jullie het daar ook over. Van internationals betrekken bij de samenleving is een van de doelen. Kun je daar iets over? Ja, ik heb wel cijfers gezien, maar daarin schrok ik in het begin ook al van. Dat we naartoe gaan dat meer dan 50% van de Eindhovenaar een migratieachtergrond heeft. Dus als je dat beseft, dan besef je ook dat de Eindhovenaar, waar je normaal gesproken aan zou denken, ik ook, want ik ben geboren en getogen Eindhovenaar, ja, dat hij dadelijk, zeg maar voor de helft in Eindhoven, dat hij een ander kleurtje heeft of een andere achtergrond heeft. Ja. Dus dat betekent ook dat je als stad daarin mee moet gaan en dat je mee moet denken. Ja, je maakt regelmatig mee. Dan schrik ik soms ook nog wel eens dat je ergens zit en dat je dan in het Engels aangesproken wordt als je ergens iets wil drinken of iets wil eten. Ja. Maar wat er in Amsterdam eigenlijk altijd gebeurt, maar nou hier ook. Ja. Zeker. Als je naar Amsterdam of Rotterdam gaat, dan is het normaal. En in Eindhoven denk je, hè? Dat was 10, 15 jaar geleden toen ik hier studeerde, was dat absoluut niet in hand. Kon je ook alleen maar biefstuk eten overal. Je zie je wel gewoon ook een insecten. Nee, maar je ziet wel een verrijking natuurlijk ook in inderdaad in het culturele aanbod, ook qua eten en horeca. Maar ja, daarmee komt ook dat er een taalverandering ontstaat. Nee, 100%. 100%. Dus je zult daar ook als stad moeten kijken hoe je daar de beste verbinding in kunt maken. Ja. Dat zit hem in wijken, hoe mensen inderdaad meegaan. Hoe je met elkaar zeg maar de connectie maakt en hoe je het Eindhoven zeg maar van de toekomst, hoe je dat samen mee vormgeeft. Ja. En dat is een vraagstuk wat niet per se nu zeg maar al meteen beantwoord wordt of kan worden, maar waar we wel goed over na moeten denken. En ik denk dat het besef dat dadelijk over een aantal jaren zeg maar de helft van de Eindhovenaar migratieachtergrond heeft, dat is denk ik al voor veel mensen die denken, die misschien zit misschien nu een beetje te zwetsen, maar het is wel echt zo. Ja. Hey, zien jullie dat binnen jullie community ook? Is er een toename van internationals die zich bij jullie nu melden ook? Wij hebben zelf geen werkgroep voor internationals, dus daar kan ik het niet over zeggen. We hebben wel met ASML, die komen één keer in de maand bij ons gezellig borrelen met hun roze netwerk. Ja.
Ik ben bang wel dat wij de asiel- en statushoudersgroep die wij hebben, dat er wel nou met Rusland en dan Oeganda, dat er wel een stijging in gaat komen. En hoe jij zegt, ik ben bang, in die zin van, waar ben je dan bang voor? Dat die mensen dus in eigen land niet meer veilig zijn, dat ze hierheen gaan vluchten. Ja. Ze zijn harte welkom, hoor. Nee, maar ik bedoel meer, het is eigenlijk dat ze moeten vluchten vanuit hun seksuele geaardheid. Ja. Welke verhalen hoor je dan? Hè? Want je leest wel eens vanuit het IND hè, dat het best wel het streng beleid is. En als je aangeeft, nou, ik kom hier, ik vlucht vanuit mijn seksuele geaardheid. Jij bewijst dat dan maar eens. Ja, dat is de vraag. Hoe bewijs ik dat ik homo ben? Of hoe bewijs ik dat ik lesbisch ben? En wat mensen ook heel vaak vergeten, je vlucht een land met een bepaalde groepering mensen die daar wonen, daar ben je bang voor. En je komt in een asielzoekerscentrum met diezelfde mensen. Ja. Ja. En je hebt geleerd om je naar de norm te verhouden. En je hebt geleerd om autoriteit te wantrouwen. Dus als je dan in zo'n IND-medewerker voor je hebt zitten, dan denk je, ik kan hem niet vertrouwen of haar niet vertrouwen, want dat is autoriteit. Ja. Ik kan er niet eerlijk tegen zijn. Lastige situatie. Heel lastige situatie. Ja. We hebben ook de mensen in Eindhoven gevraagd hoe zij nadenken, of eigenlijk denken over het thema diversiteit. Gaan we nu even naar kijken. Ja, diversiteit is gewoon de verschillen in mensen. Je hebt ze van heel arm, van heel rijk. Je hebt ze van wakko, die je vragen komen stellen, dat je denkt van oké. Ja, je variërend door lieve mensen. Je ziet hier heel veel agressieve mensen rondlopen hier in Eindhoven. Ja, ik kan overal mee overweg. Ik kom overal mee overweg. Diversiteit. Ik vind het, ja, weet je, ik vind diversiteit, hoe dat tegenwoordig een beetje misbruikt wordt, vind ik jammer. Want volgens mij, mensen onderling kunnen het best wel prima met elkaar vinden. En ik denk dat de media die hele hype diversiteit nu iets te groot maakt dan dat het is. Hoe dan? Nou ja, alles is, mensen worden snel slachtoffer gemaakt. Dus alles wordt in hokjes gestopt. En daar ben ik niet zo van. Iedereen is hetzelfde. Makkelijk, aardige mensen. Maar toch niet iedereen is hetzelfde? Jawel. Ja, misschien Nederland zijn een beetje anders. Vindt u dat mensen respectvol met elkaar omgaan tegenwoordig? Nou, niet altijd. Ze zijn niet altijd zo rechtvaardig om te zeggen van zo en zo. Dan zijn ze wel eens eigenwijs en eten, hè? En dan denk ik, ja, ploffen ermee en dan ga ik verder. Vind jij dat mensen de verschillen tussen elkaar voldoende respecteren? Meer dan eerst, denk ik. We gaan vooruit. Ja, zeker. Ja, zeker. Hoe merk je dat dan? Gewoon al aan de stad. Hoe de mensen zich kleden, hoe ze doen. Voelt u zich wel eens gediscrimineerd? Natuurlijk gebeurt het. Het hangt in de lucht. Het is normaal. Alleen, hoe ga je? Heb je een filter ervoor? Wordt het je trigger om op te reageren? Of geef je gewoon een plek? En accepteren dat die mensen zo zijn. En ik vind het ook fijn dat ze accepteren van wie ik ben. En zo moet het in de wereld. Je kan met iedereen wel praten. Ja, dat is toch leuk? Juist om van andere mensen te leren, andere gedachten, is toch leuk? Heeft u wel eens een gesprek met iemand die totaal anders is dan u? Ja, zeker. Heel zeker. Wie dan? Ja, het zijn de meeste die buitenlanders willen netjes aanspreken. Maar ik krijg een hoop gevloek terug en een hoop gescheld en alles. En verschil. Daar ben ik een beetje beu mee. Dus dat bevalt u eigenlijk helemaal niet goed? Nee. Ik vind het als andere mensen niet respecteren hoe ze zijn, dan vind ik dat heel lastig. Het is ook ontwetendheid, ook angst, ook... Leg eens uit. Nou, omdat het anders is. Je kunt je niet delen. Mensen met een andere geaardheid, hoe staat u daar tegenover? Dat moet ze iedereen zelf weten. Homo's en lesbiennes en transgenders. Dat ken ik niet allemaal. Nee, maar wat is een homoseksuele man? Ja, die hoort niet bij een vrouw. Ja? Ja. Nee, dat klopt. En respecteert u dat? Ja, dat moet hij zelf weten. Hij moet dat zelf weten. Het is zijn lichaam en het is zijn doen en laten. En niet voor mij. We zijn dus achtergekomen dat ze op school eigenlijk zeg maar een drag queen en genderneutraal gebeuren een les wilden geven in de klas van mijn zesjarige jongen. Ja, nou, daar zijn met een paar ouders gewoon opgestapt. Daar heb ik gezegd, ja, dat willen wij gewoon absoluut niet hebben. Dus de meeste van die ervaringen zijn slecht. Maar heeft u ook één goede ertussen waar u over kan vertellen? Ik heb een Poolse vrouwtje en daar ben ik ook blij mee. En daar doe ik altijd mee lachen. Ik denk dat mensen heel goed met elkaar kunnen leven. En dat veel groter wordt gemaakt dan dat het is. Dus eigenlijk zou de gemeente Eindhoven bijvoorbeeld, die een diversiteitsbeleid heeft, zou zich eigenlijk helemaal niet met dit issue moeten bemoeien?
Ik denk dat er andere prioriteiten zijn nu, ja. Praten is de beste medicijn die er is. Dus als je met elkaar gewoon kan communiceren en blijven communiceren, zullen we uiteindelijk wel tot een oplossing komen. Ja, als je het zo hoort, dan is het eigenlijk allemaal heel makkelijk. Hè? Zijn we dan moeilijk aan het doen. Ja. We moeten maar gewoon van elkaar accepteren dat iedereen anders is. En eigenlijk is dat ook vaak wel een tendens, als je het er met veel mensen over hebt. Hè, dat ja, heel veel mensen zeggen, leven laten leven. Iedereen moet lekker doen waar hij zelf zin in heeft. Ja. En toch vinden we ook dat bijvoorbeeld een beleid rondom diversiteit ontzettend belangrijk is. Want je hoort ook een aantal keer bijvoorbeeld... Ja, dat genderneutrale en een drag queen in de klas van een jongetje van 6, moet dat nou? Wat vind jij daar nou van, Benjamin? Ik denk dat kennis macht is. En als je mensen kennis hebben over een onderwerp, en of het nou inderdaad homoseksualiteit is of vluchtelingen of welk diversiteitsstuk ook. Zodra je kennis hebt, dan krijg je ook begrip en dat komt acceptatie uit voor. En kennis doe je op een scholen. In ieder geval de meeste mensen doen kennis op een scholen. Zij geven zelf als CC ook voorlichting op middelbare scholen. Over het onderwerp. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om dat gewoon jongeren uit te leggen. Wat is het? Wat betekent het? Het is niet eng. Je hoeft geen zorgen te maken. Ja. En ook voor de jongeren die zelf in de klas zitten, die zelf regenboogfamilie zijn. Mm-hmm. Die kunnen dan denken, oh, ik herken mij hierin. Ik heb nu meer informatie. Ik weet waar ik kan zijn. Ja, de vraag is dan een beetje, hè, moet dat dan al beginnen als je 6 bent of zo? Dat vinden sommige mensen dan lastig. Als kindjes nog zo klein zijn, heeft het dan zin? Elk kind heeft een andere leeftijd om dingen te begrijpen. Maar je kan wel op bijvoorbeeld kinderboeken, waarbij in plaats van een vader-moeder voorkomt, dan kan je een vader-vader doen. Dat begrijpt elk jong kind ook. Ja. Ja. Je hoeft het niet meteen heel groot, heel uitgebreid te doen. Gaat het dan eigenlijk over dat het heel snel geseksualiseerd wordt? Hè? Want dat lijkt de tendens te zijn van ouders. Van, oh, dan gaat het over de communities, mm-hmm. Queer communities. En dan gaat het meteen over seks en daar willen we het niet over hebben met onze kinderen. Klopt dat, die constatering? Ik heb die ouders niet gesproken, dus ik durf dat niet te zeggen. Dat is waar. Ik snap de aanname. Ja. Dus uitleggen kan op verschillende manieren, op verschillende leeftijden. Ja. En dat hoeft niet meteen... Wij denken dat ook gewoon uit wat zijn alle opties eigenlijk binnen de regenboogfamilie, om het even heel ongechargeerd te zeggen. Ja. De diversiteit aan mensen die we hebben, dat leggen wij toe, dat ligt wij toe. Ja. En dan kunnen mensen gewoon laten, de jongeren zelf van, oké, dit bestaat er allemaal, het is niet eng, het zijn gewoon net mensen zoals ik. Ja. Mensen hebben een beetje het gevoel, Samir, dat diversiteit nu ook een beetje, het is een hot topic, hè, wat ik al zei, het wordt ons ook een beetje de strot geduwd. Hè? Dus ja. We zien dat met, je hoort zelfs ook quotums bijna op de nationale televisie, het moet wel ongeveer zoveel percentage een andere kleur hebben. We hebben een beetje het gevoel dat het een beetje zo heel geforceerd, zeg maar, is dat nodig? Nou, ja. Weet je wat ik lastig vind? Ik denk dat we vanuit een tijd komen waarin zeg maar het mee mogen doen, dat al het hoogst haalbare is. Terwijl je nu ook zeg maar meer een tijd hebt dat het echt gaat over dat je op basis van gelijkwaardigheid, dat je vanuit gelijkwaardigheid vertrekt. Of dat nou gaat vanwege een andere kleur, andere seksuele geaardheid of vanuit een andere inkomenspositie. Het gaat erom dat je er mag zijn en dat je dezelfde kansen hebt. Mm. En volgens mij wat nu nadrukkelijker is dan... Zeg maar, toen ik nog jong was, ja. Dat is ook alweer 20 jaar geleden of 30 jaar geleden. Ja. Hè? Ik denk dat jij en ik even oud zijn, aan de rimpels te zien. Oh, dat was pijnlijk, dat was pijnlijk. Oh, gaan we zo beginnen? Dan heb ik nog een paar voor je klaar liggen. Nee, maar dat is wel waar, dat klopt. Nee, maar dit is een heel ander vertrekpunt. Kijk, ja. ik kan me herinneren van vroeger, toen ik, want ik kom uit Doornakkers, bij Tongeren voetballen. En ja. Mensen tegen mij zeiden van, ja, Samir... Normaal gesproken heb ik een hekel aan Turken, maar jij bent anders. Ik ben Marokkaan. Ja. En ook heel vaak het grapje, ik heb ook een hekel aan Turken. Nee, dat is helemaal niet zo. Ja. Gewoon een grapje op vrijdagavond. Nee, maar ik herken dat ook wel. Ik woon in een dorp, Oost-Brabant, Overloon, klein dorpje. Allemaal super lieve mensen. Maar ik zat op de toneelschool. Ik vond het leuk om mijn haar blauw en zwart te verven. Ja. En ze vonden mij dan modieus gekleed. En dan was het ook al heel snel, ben jij homo of zo? Je ziet er altijd zo leuk gekleed uit. Ja, dat was en tegelijkertijd een compliment. En tegelijkertijd was ik, wat is dat nou voor een aanname, hè? Maar daar praten we inderdaad over 20, 25 jaar geleden. Nee, dus de tijd is wel echt anders. Ja.
Dus dat betekent ook dat nu dat je steeds nadrukkelijker ook je in debat mengt. Hè, dat zie je bijvoorbeeld ook in de gevoeligheid als het gaat over het koloniaal verleden en, en de doorwerking naar het heden. Ook een punt wat in het beleidskader diversiteit nu opgenomen is. Ja. Omdat het ook steeds duidelijker zich manifesteert. En dat kunnen mensen lastig vinden of pijnlijk vinden, maar het is wel het gesprek van de dag. Ja. Adis, had je het gevoel dat je vanuit jouw achtergrond in Nederland harder moest werken? Heb je ook met vooroordelen te maken gehad? Heb je het gevoel gehad dat je wel eens gediscrimineerd bent op het feit dat je een Iraanse vrouw was, de taal niet helemaal meester was, terwijl je echt hoog opgeleid bent en gepromoveerd bent op klimaatverandering en duurzaamheid? Ja. Ja? Hoe heb je dat zelf ervaren? Soms had ik die gevoelens. Dat mensen komen en vragen aan mij dat van welk land kom jij? Uit Iran. Ja, oké. Lovely country. Bye. En ik was, oké. Maar misschien mijn land is helemaal onbekend. En als jij nieuws leest, alle die ellende en zware zeg maar nieuws over geen... Ja, goede nieuws. Misschien. Het is vaak negatief wat we horen over Iran. Ja, precies. Ja. Altijd negatief. Dus we hebben niet te veel toeristen. Mm-hmm. Als we hebben ook zijn oude mensen, zeg maar. Mm-hmm. Dus mensen hebben weinig idee, zeg maar, over Iran. Ja. Als jij nou kijkt, de afgelopen 10 jaar, je woont nu sinds hoe lang woon je nu in Waalre? Bijna 2 jaar. Bijna 2 jaar. Is dat al anders dan in Twente? In Enschede? Nee, kan ik... Ja, het is lastig om... Het is een hele lastige vraag, zeg maar. Nee. Een andere mentaliteit of dat niet zozeer? Nee, mensen zijn vriendelijk. Toen ik in Enschede was, mensen waren ook heel vriendelijk en helemaal open met mij te praten. En wat kan ik voor u doen bijvoorbeeld? Heel weinig, niet te veel communicatie als ik heb ik gezegd. Ja, want ik wist het niet, hoe moet ik dit doen? Hoe laat bijvoorbeeld eten jullie? Mm-hmm. Veel te vroeg. Ja. Ja. Veel te weinig ook. Veel te weinig. Ja. Ja. Of wat moet ik doen om bijvoorbeeld met mijn boer iets te praten over welk onderwerp? Ja. Maar nu weet ik. Vanwege, ik weet het niet, in burgeringcursus. Hoe laat eet je nu dan? Half 6. 6 aardappelen op tafel. Ja, precies. Ja, want jij zegt al, je hebt het inburgeringscursus gedaan. Ben je geslaagd? Vind je dat je geslaagd bent inmiddels? Ja. Ja? Ja, ik vind het heel, heel fijn om inburgering te doen. Het was lastig voor mij. Het had een heel lastige tijd. Vanwege mijn studie. Ik moest het afmaken. En ook inburgering en alle die voorwaarden van wat moest ik doen. Maar ik vind het helemaal fijn om te doen, om te lezen, om te weten. Mm-hmm. En ik weet meer. En ik had ook één keer een vraag over dat. Ja, we gaan. Jij kan niet deze baan krijgen. Je kan niet deze baan krijgen? Bijvoorbeeld, ja. Ik had een sollicitatiegesprek. Ja? Ze hebben aan mij direct gezegd dat jij kan niet deze baan krijgen. Mm-hmm. Nederlanders zijn direct. Ja. En buitenlander vindt het heel moeilijk en niet fijn. Dus ik heb gezegd dat, kijk, ik heb ook in burgeringcursus gedaan. En ik woonde in Enschede en nu woon ik hier in Eindhoven. Dus ik weet ook over Nederlandse cultuur. En ik vind het ook prima om direct te zijn. Ja. Dus dit is ook een soort, ik kan niet zeggen discriminatie, maar... Vooroordeel. Ja, precies. Ja. 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 Nu ben jij eigenlijk, je bent gestopt in de wetenschap. Ja. Mm-hmm. We staan op tafel, je bent losgeslagen met heel veel praktische dingen. Ja. Koken, bakken, kleding maken. Vanwaar die ommezwaai? Vanwege mijn karakter.
Wat ik was en wat ik ben. En die vindt het ook hier in Nederland als een hele vrije land. Dat jij kan... je kan eigenlijk doen wat je wil. Ja, precies. En in Iran of ja, in het Midden-Oosten, zeg maar. Het is altijd dat je moet dokter of ingenieur zijn. Eigenlijk was jouw studie misschien om hier zo naartoe te komen een middel. En nou ben je hier, kan je meer rusten of zo? Ja, precies. Ik kan meer doen en ik kan ook van mijzelf vragen stellen dat wie ben ik? Wat wil ik bereiken? En dat is, die vind ik prima. Dus ik moet niet vanwege mijn ouders of mijn zus of maatschappij iets doen. Dus, dat is iets wat je hier geleerd hebt, ja, zeg maar. Het is, ja, dat is, en, ja, ik ben een heel praktische mens. Ja. Die vindt het prima. Toen ik klein was, heb ik heel veel gebakt en gekookt. En huishoudelijke ding vind het prima. Maar mijn leven ging op de manier helemaal anders. En daarna heb ik gekeken en vraag gesteld dat... vind jij het leuk om altijd achter het scherm te zijn en alle die wetenschappelijke dingen te doen? Jawel. Maar ik wil ook, ik kan ook een beetje anders doen. Maar je hebt ook niet gedacht, ik ga een beetje koken en een beetje bakken en ik ga voor de rest nog een beetje wetenschappelijke dingen. Nee, je hebt gewoon gezegd, ik laat die wetenschap los en ik ga vol op het bakken. En je bent betrokken bij Waleren 100 als bestuurslid ook. Ja. Dus je, in die zin, dat is echt iets waarvan jij zegt, dit past bij mij. Ik denk het wel. Ja, ik ben nieuwsgierig en ik wil altijd iets nieuws. Elke dag wil ik iets nieuws leren. Mooi. En die vindt het prima. Dus als ik zit als bestuurslid in Waleren 100. Dus ik leer ook heel veel van mijn dorp. En Waleren 100, wat doet Waleren 100 eigenlijk? Waleren werd 100 jaar. En we hebben heel veel feestdagen en activiteiten in Waleren 100. Dus allemaal. Jullie zijn welkom. We hebben 7, 8, 9 juli feestdagen. Mooi. Het is dichtbij, hè? Heel dichtbij. Heel dichtbij. Ga je er naartoe? Regio. Op fiets? Ja, ik denk wel dat ik naartoe ga. 7, 8. Als de koekjes zijn, de koekjes wel. <allemaal. laughs> De koekjes. En Adit, welke tip heb jij nou voor mensen die ook net als jou, zeg maar, hier op wat latere leeftijd naartoe komen als nieuwkomer? Wat zou jij mensen willen meegeven? Wat heeft jou geholpen? Voor mij het belangrijk was om terug te kijken aan mijn leven. Van alle die negatieve dingen iets positief maken. Dus de drive. You never forget your drive. Dat is heel, heel belangrijk. Dat niemand drukt mij om hier te komen. Dat was mijn eigen beslissing. En dat is heel belangrijk. Dus kom maar niet hier om te zeggen dat ik wil het niet Nederlands leren of ik wil het niet met deze maatschappij of ik wil met deze mensen. Nee, we zijn ook hetzelfde community. Hè? Je moet ook met andere mensen praten, andere verhaal ook luisteren. Netwerken, niet altijd met eigen community. Ik kwam oorspronkelijk uit Iran, maar... ik heb weinig, zeg maar, nu communicatie met mensen uit jouw geboorteland. Uit mijn geboorteland, zeg maar. Ja. Samir, is bijvoorbeeld zo'n is dat iets als je behoort tot, laten we het even zo zeggen, een minderheid en je wordt, je hebt te maken met discriminatie. Jij zei al, voor mij was dat mijn brandstof. Ik hoor jou dat ook zeggen. Is dat bij jou ook nog dagelijks aanwezig, die drive om te laten zien, te bewijzen, hallo, wacht eens even, niet allemaal over één kam, kijk eens wat ik in huis heb. Gelukkig nu niet meer, want daar heb ik mezelf ook van moeten ontworstelen, want je kunt het ook nooit te lang met je meedragen. Maar ja, volgens mij heb ik bij het vlag hijsen heb ik het genoemd, omdat dat weer een moment is dat het mij ook raakt. Niet eens zozeer omdat ik dat ik bij die gemeenschap hoor, maar wel bij een gemeenschap die ook exclusie ervaren heeft. Ja.
En juist ook die pijn voelt op dat moment dat je er dan niet mag zijn. Of dat je ergens op aangekeken wordt, of afgerekend wordt, of zelfs nog in elkaar geslagen wordt. Op het moment dat je anders bent dan wat anderen de norm vinden. En die vorm van exclusie, ja, die herken ik. Ja. Die komt dan opdrijven en dan komt het stukje rechtvaardigheid ook omhoog. Om ervoor te zorgen dat we elkaar gelijkwaardig behandelen. Ja. Komt dan die kleine Samir die niet binnen mocht bij de kroeg, die komt dan weer heel even, die steekt dan weer even zijn nek uit. Ja, ja. Ja zeker. Dat stukje brandstof, dat zit er wel in. Ja. Er zijn ook genoeg. Ik ken best wel veel mensen die brandstof de andere kant in gebruikt hebben. En ja. Die zich ook afgekeerd hebben of tegen de maatschappij hebben gekeerd. En dat is juist, zeg maar, iets wat je niet wil hebben. Rutte noemde dat altijd invechten. Ja, voor een deel heeft hij daarin, zeg maar, wel gelijk dat je dat als een goede brandstof zou moeten gebruiken. Niet dat hij gelijk heeft in het invechten, want er zitten veel na. Ja, want niet iedereen kan zich invechten. Iedereen kan dat. Ja. Alleen voor mij heeft dat geholpen om dat om te draaien en om dat, zeg maar, rechtvaardigheid na te streven. Jij noemt net, Samir, een soort van link, hè, tussen jou en ook Benjamin over behoren tot een gemarginaliseerde groep. Ja. Er zijn er veel in Eindhoven. Hebben jullie het idee, dus een vraag een beetje aan jullie beiden, dat die groepen nou heel erg eilandjes zijn of dat die wel zich bijvoorbeeld verenigen? Wat je ook wel eens hoort is dat groepen die uit streng religieuze groepen bijvoorbeeld dan weer veel discrimineren tegen de groepen, hè, waar jij, Benjamin, dan tot behoort. En dat er andersom ook weer veel bijvoorbeeld islamofobie of iets kan ontstaan. Is dat in Eindhoven ook gaande? Hoe zien jullie dat? Misschien zit ik wel iets te veel in mijn bubbel. Ik weet echt wel dat er ook wel echt wel verschillen zijn en dat ze elkaar niet ontmoeten. Maar ik zie ook echt voldoende momenten waarin dat wel gebeurt. In Eindhoven heb je bijvoorbeeld ook een redelijk succesvol project wat heet Samenleven in Verscheidenheid. Dat zie je gewoon ook echt dat in wijken dat mensen elkaar echt ontmoeten. Dat is bij de kerstviering bijvoorbeeld, bij de Emmaus, maar dat is ook bij de Iftar, bij de Islamitische Basisschool. En daar ontmoeten buurtbewoners elkaar zonder dat ze per definitie bij die ene gemeenschap horen, maar wel bij een gemeenschap, namelijk als wijkbewoner. Ja. Dus ik denk echt dat zeg maar ook in Eindhoven gaande is en steeds meer wordt. We hebben ook tijdens een iftar een uitnodiging gekregen van de moskee hier in Eindhoven. Helaas liep mijn andere afspraak uit dat ik er niet bij kon zijn. Mm-hmm. Maar die samenwerking is er inderdaad wel. We vinden elkaar wel. Dat is mooi. En dat hoor je dan weer minder snel in het nieuws terug. Ja. Hè? Want dat werkt juist de polarisatie tegen, vind ik. Ja, want volgens mij gaat het daar heel erg over. Hè? Want je hoort vaak natuurlijk binnen verschillende geloofsovertuigingen. Hè? Vooral de wat meer de extremisten, die wat strenger gelovig zijn. Die keren zich dan weer af. Bijvoorbeeld tegen, hebben wat meer homofobie. Dat is niet alleen binnen de islam, maar dat is ook binnen het katholiek geloof. Maar het is ook mooi dat er initiatieven zijn dat er die ineens die kruisbestuiving ontstaat. Zie je daar veel voorbeelden van, Benjamin? Niet zoveel, maar dat ligt natuurlijk ook in mijn eigen hand een beetje. Je bent met je eigen achterban bezig om die te vertegenwoordigen. En soms ziet er dus ook dingen erbij in. Ja. Het is wel iets wat mooi zou zijn als we dat vaker kunnen doen. En het een sluit het andere natuurlijk ook niet uit. Er zijn ook queer imams en in de wereld, zeg maar. Ja. En andersom ook weer priesters die. Maar vaak, hè, omdat je dan, alsof je moet kiezen tussen welke gemarginaliseerde groep je dan behoort. Ja, het zijn mooi niet, om zijn te horen dat hier wel die kruisbestuivingen zijn. Ja. Terwijl het eigenlijk gaat om die centrale vraag van wat nou als er jou iets gebeurt, dan wil je ook dat er mensen voor jou opkomen. Ja, ja, dus onrecht bestrijden ook als het niet jou tegen jou gebeurt. Ja, want kan het jou betreffen. Ja. Ja. Er is meer wat elkaar verbindt dan wat elkaar apart. Ja. Als mens zijnde. Ja, ja, nog even als afsluiting, want we hebben hier twee keer een drive gehoord. Wat is voor jou nog de drive? Wat als jij nog mag dromen over de toekomst, wat wil jij nalaten als je straks je voorzitterschap van het COC neerlegt? Het zou mij heel mooi zijn als elke jongere na mij en na die jongeren een makkelijker en op een gegeven moment geen coming out meer nodig heeft. Nee, mooi. Dus eigenlijk gewoon dat je gewoon van de een op de andere dag zegt, hallo, dit is Henk of Mohammed of wie dan ook. En dat is mijn vriend. Dit is mijn vriendin. En dat gewoon geen enkel issue meer is. Ja, dat het niet meer benoemd hoeft te worden. Dat het niet meer een noemenswaardigheid is. Nee. Wordt het makkelijker? Want wij zeiden net heel mooi, 20 jaar geleden was het moeilijker. Maar soms, ik weet het niet. Is het is nu een kantelpunt. En ik hoop dat het niet de verkeerde kant op gaat. Ja. Dus maar wat ik zei, de grote meerderheid die is wel stil, maar die is nog wel aan onze kant. Ja. Ja. Dus we moeten ons
ook die grote meerderheid die nu stil is, moet dan eigenlijk misschien wat vaker zijn stem laten horen. Dat zou heel fijn zijn. Ja, dat is een mooie oproep. Hè, toch? Ja. Ja, dacht ik ook. Nou, we vragen ook iedere week aan Iris Penning om iets te vertellen over wat er te vinden is binnen de cultuur hier in Eindhoven en regio. En deze week heeft ze weer nieuwe tips voor ons. Dus luister even en kijk even mee naar Iris Penning. Ja, doen we een kleine... Hier spreekt Iris Penning, uw culturele coach, uw gids door evenementenland, ervaringsdeskundige der leuke dingen. En ik zal plechtig beloven, er is weer iets te beleven in Eindhoven. Onze stad heeft het heet. Heet van de zon, heet van de cultuursector die op ontploffen staat. Want er komen weer zoveel mooie dingen aan. Niet alleen het oude vertrouwde, maar ook dingen waar je nooit van had gehoord passeren de revue deze week. Zoals een anime movie marathon. Evangelion neemt je mee naar wondere werelden waar je niet meer uit wil verdwijnen. Op 17 juni in het Natlab kan je van 1 uur 's middags tot 's avonds laat het dagelijkse bestaan vergeten en je even op een andere planeet begeven. Voor wie niet stil wil zitten op deze zomerse dagen, kan er gewandeld worden. Gewandeld en gelachen, want je kan op pad met comedy, waar historie en humor elkaar moeiteloos passeren. Een hilarische manier om onze stad te verkennen, die vertrekt op het Stationsplein. Niet alleen deze zaterdag, maar iedere zaterdag. Wandelen en lachen, verkennen en ontdekken onze stad is grappiger dan je denkt. Als je dan toch al wandelt, loop dan meteen even door naar de Kleine Berg. Want daar zijn 23 en 24 juni de Cowboys. De United Cowboys met de seizoenen aan het strooien. Seasoning is een artistiek dialoog met dans, muziek, performance en verwondering. Maagden van der Put en Pauline Roelands nodigen je uit in de wondere wereld van de live art. Van het experiment en de veelzijdigheid van de kunst. Een aanrader voor wie houdt van cultuur en een begrip in onze stad. Dit waren mijn wekelijkse tips. Ik ben de stadsdichter van dienst, evenementenadviseur en uw culturele gids. Kunst en cultuur. Bij uitstek natuurlijk het onderwerp om belangrijke andere onderwerpen mee aan de kaak te stellen. Dank jullie wel, alle drie, voor dit fijne gesprek. Er is nog veel werk aan de winkel, maar er zijn ook heel veel dingen die al heel erg goed gaan. Zeker. Dank je wel voor het delen van jullie verhalen in ieder geval. Heb je er zelf een goed gevoel over? Zeker. Ja, ik ben heel blij dat het ook gewoon nu bij een ander publiek weer ook terechtkomt. Dat mensen ook denken, oh ja, dat bestaat ook diversiteit. En ook in meerdere aspecten dat... dan alleen de regenbooggemeenschap. Mooi. Mooi, heel mooi. Adies, blij? Ja, ik vind het ontzettend leuk en ik ben erg blij en dankbaar. Nou, wij zijn heel blij dat jij er ook bij was. Zijn we hier? Ja, hartstikke leuk. Leuk ook hoe jullie het doen. Volgens mij iets nieuws in Eindhoven, dus ik ga vanaf nu kijken. Doen, hè? Dat is mooi. Ook Jan, hè? Ook Jan. We vragen iedere week ook een Eindhovense filmmaker, Tom Elswijk, om vanuit zijn reflectie op dit thema een filmpje te maken. En deze week heeft hij weer een nieuwe voor ons, een soort eigen eindje TV. Nou, tot volgende week. Dan praten we over wonen, onder andere. Hopelijk kijkt u dan weer. Ja, tot volgende week. Dankjewel, hè? Jij ook. Dankjewel. Jij ook, bedankt. Houden we. Today, I will show you how you can use an Invalidepas to avoid waiting in line at the Efteling. But before I tell you that, I would first like to ask you to like and subscribe to my channel for more amazing life hacks. Stop this! To start, we're going to the website efteling.nl or efteling.com. Here we have the Efteling website. Let's see. First, you click on the Plan Je Bezoek button. Then, you get this drop-down menu and you click Bezoekers met een beperking. Once you find the right page, you scroll down to Faciliteitenkaart. Here, you find the link Vraag Faciliteitenkaart aan. When you click it, you get a form and you fill out your details. This is very important. Make sure to check Bezoeker zonder hulp van begeleider. I'm going to pick 22 because I'm going with my aunt because she's a little lonely nowadays. Click verzenden and that's it.
All you need to do now is get a wheelchair from your grandma and you're ready to go. Make sure to like and subscribe. And if you want to see more amazing life hacks, make sure to check out my other videos like how to bypass any zelfscan kassas, how to get the erfenis from your oma early, or which restaurants you can go to without paying. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door ASML, Hightech Campus, Brainport Eindhoven, VDL, Gemeente Eindhoven, Good Habits en Studio 040.